Gonny van Bussel uit Lierop wordt de nieuwe wethouder van de gemeente Zomeren. Voor velen een verrassende naam. Proficiat met jullie wethouder. Ja, dankjewel. We hebben als commissie erg ons best gedaan om toch te zorgen dat we in de gemeente Zomeren weer een hele goede kandidaat wethouder krijgen. Die, als het alles goed gaat, op 31 maart benoemd zal worden door de gemeenteraad. Gonny van Bussel was nummer 3 van de laatste kandidatenlijst. Ja, klopt. Het is toch heel makkelijk om een nieuwe wethouder te vinden? Nummer 2 of nummer 3? Nee, dat werkt niet altijd zo. We hebben toen Gonny bewust op nummer 3 gezet omdat de Lierpslijst ophield te bestaan. En wij uiteraard een kandidaat dit Lierop vrij hoog op de lijst wou hebben. In onze eerste gesprekken met Gonny kwam zij in ieder geval heel sterk over. Wist precies waar het over ging. Had goed inhoudelijk op alle stukken die wij toen vroegen een goed antwoord. En was in voor in ieder geval een goede functie als raadslid. En daarvoor hebben we toen Gonny op nummer 3 gezet. Houdt niet in dat de nieuwe wethouderskandidaat altijd volgens de lijst van het CDA gaat. We hadden ook eventueel voor, lekker 8 jaar geleden, voor een buitenstaander kunnen kiezen. Maar dat is nu niet het geval geweest. Nu gekozen. Je mag niet uit de school klappen. Hoeveel kandidaten waren er? Heb ik zojuist ook tegen de pers op een andere mening gezegd. Daar doen wij geen uitspraak over. Nee. Maar toch was het een langdurig proces, vond ik. 3 weken. Ik vind dat lang. Nou, ik vind dat het toch vrij redelijk snel gegaan heeft. We hebben ook bewust gekozen om eerst afscheid te nemen van Willy Hansen. Dat we na de nieuwjaarsreceptie pas echt een beetje naar buiten zouden kunnen treden. Door omstandigheden kon dat niet dat weekend erop, maar konden we pas op dit weekend het bekendmaken. Anders had het misschien vorige week kunnen gebeuren. Maar ik vind het ook wel leuk, zo, volgens mij, dat spannend maken voor de mensen. Want er wordt natuurlijk heel veel geruchten komen er naar boven. Ja, goed, ik hoor net ook van de pers, en dat vind ik dan ook wel een compliment richting de vertrouwenscommissie, dat je de naam en de gesprekken die gevoerd zijn gewoon binnen het zestal gebleven is. En daar we er ook nadrukkelijk naar ook over gecommuniceerd hebben, dat één persoon duidelijk naar de pers communiceert over hoe en wat. En in dit geval was ik dat. En de rest heeft ook nadrukkelijk erover gezwegen. En dat is klasse vanuit de commissie. Ja, maar je kan natuurlijk ook gaan graaien. Ik heb toevallig goed graaien. Ja, ik heb de pot gewonnen. Ja, Harry, jij komt zelf ook uit Lierop. Ik heb niks gehoord. Hè? Ik heb van niemand niks gehoord. Nee, goed. Ook in de fractie waren er mensen bij die de pot gewonnen hadden. Dus gelukkig zijn er mensen bij die ook inderdaad gewoon niet benoemd hadden. En daar zijn wij ook erg blij mee. Ja, het is een vrouw. Het is een Lierpse. Jullie hebben al een vrouw en een Lierpse gehad. Anja Thijssen, waar je zo tevreden over van, dat willen we nog een keer? Nou, Nou, op die zin in ieder geval wel. We wouden ook wel een keuze maken, een keer weer een vrouw in het college. Het is al een heel tijd geleden dat er een vrouw in het zomerscollege gezeten heeft. Anja was in de tijd ook heel goed bevallen. Was ook in het begin even spannend van hoe de zaken zouden gaan lopen. Ook voor haar zelf, een beetje onbekend. Gewoon, die is wel iets bekender, in ieder geval in Lierop en ook binnen het CDA. Nu omdat ze al 2 jaar meedraait. Dus, ja, wat dat betreft zijn we blij dat er weer een vrouwelijke wethouder in de gemeente Zomer is. Ja. Na de Lierpslijst ligt Lierop eigenlijk zeg maar vrij. Zomerij en Zomereind, daar moet je echt iets voor doen om daar stemmen te krijgen. Als CDA, Zomer Belang, maar Lierop is vrij. Ja, Lierop is 2 jaar geleden vrijgekomen. En we hebben Willy toen ook nadrukkelijk meteen ingesprongen op kandidaat uit Lierop. Om bij ons op de lijst te krijgen. Gonny en Marcel en Rick Duimeling waren er de personen van die wij toen uit Lierop bij ons op de lijst gekregen hebben. Daar zijn we ook echt heel erg blij mee. En we willen over 2 jaar die lijn natuurlijk ook voorzetten. En eventueel ook in andere kerkdorpen nog wat meer stemmen gaan halen. Ja. En Gonny wordt dan automatisch over 2 jaar de kandidaat voor het CDA als op de eerste plaats? Nee, dat is niet uitgesproken door deze commissie. Dat zal de vervolgcommissie, die over een goed jaar zijn werk zal gaan beginnen met de kandidatenlijst voor 2018, die zal gaan kijken wie de nieuwe lijsttrekker wordt voor het Summersbelang CDA. En dat is niet uitgesloten dat Gonny dat niet is, maar die commissie bepaalt uiteindelijk wie dat dan gaat worden. Ja, wij weten nou dat Gonny van Bussel wethouder wordt, dat weet de pers, dat weet het college, wie weet het nog meer? CDA-leden allemaal? Onze leden zijn ingelicht om 12 uur via de mail. Dat was ook een nadrukkelijke afspraak die we op de ledenvergadering van 25 januari gedaan hebben. Wij zouden unaniem in ieder geval een voordracht moeten doen. Dat hebben we gedaan. We hebben om 11 uur bestuur en fractie ingelicht. En om 12 uur hebben we onze leden allemaal ingelicht. Om 12 uur hebben we ook de BMW ingelicht, de burgemeester en wethouders, wie de kandidaat wethouder is. Hoe reageerde die? Positief. Echt positief. En waren bang dat het buiten dorpsen zou worden, dan zijn ze niet allemaal zo tuk op. Nee, dat had ik ook begrepen, dat zei de burgemeester ook. Die zei, we hoopten 1 ding in ieder geval dat het een zomerse zou worden. En goed, daar zijn wij als partij natuurlijk ook erg positief over. En om 12:30 hebben de fractievoorzitters ingelicht van alle partijen.
En ook deze waren dol enthousiast met deze kandidaat. Dus ook dat was een heel goed gesprek met hen. Connie van Bussel, proficiat, wethouder van Zomeren. Dankjewel. Bijnaast noemen kandidaat. Ja, kandidaat. Ja, tot 31 maart. 3 weken geleden sprak ik een CDA-corrifee. Ik zeg, ik vreet mijn schoenen op als Connie van Bussel het niet wordt. Nou, dat vind ik wel fijn om te horen. Dat was zo. Ja. En weet je waarom? Nee. Omdat je de afgelopen 2 jaar zo stil bent geweest. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb heel veel geleerd. Ja, maar ik ken de Connie van Bussel niet meer terug. Connie van Bussel is een vrouw uit Lierop. Hè. In Lierop zelf, jaren terug, behoorlijk druk, zeg maar. Doende. Ook, ja, niet gehoorig, maar toch wel aanwezig. En toen kwam je bij het CDA. Ik ken je niet meer terug. Nee? Ja, hoe komt dat? Moest je stil houden? Nou, nee, gelukkig niet. Nee. Ik heb ook veel achter de schermen mogen doen. En je moet eerst goed luisteren naar hoe andere mensen het doen. En goede afwegingen maken voordat je zelf het woord gaat pakken. Ja. En daar heb ik eigenlijk de afgelopen 4 jaar ook wel van mensen geleerd. Die wisten dat ze bijna zouden gaan sterven. Daar heb ik veel gehoord en gevoeld en geleerd. Dat luisteren een heel mooi ding is. En dat moest ik leren. Oh, ik dacht even dat je ziek was of dat je helemaal niet in orde was. Maar, ik heb dat moeten leren. Want je bent normaal altijd uitbundig geweest, hè? Ja, dat komt weer terug. Als we het houden, komt dat terug. Maak je geen zorgen, Harry. Daar gaan we gewoon goed maken. Ja, wat heb je afgelopen 4 jaar dan allemaal nog meer geleerd? Want politiek was wel een beetje jouw ding, hè? Ja, geduld heb ik geleerd. Dat hoort ook bij politiek. Heel goed observeren. En inderdaad goede momenten pakken waar je toch jouw mening kunt ventileren. En dat heb ik de afgelopen 2 jaar heel fijn in onze fractie kunnen doen. Ik vind dat wij een kei fijne fractie hebben. En met verschillende mensen, met verschillende ideeën. Maar we kwamen er altijd wel heel goed uit. Goede discussies. En die zullen we nou de komende jaren nu meer voor de bühne gaan voeren. Ja, het feit dat ik naar jou keek, is dat bij de Lierpse lijst vroeger al toch al jouw ambitie als om wethouder te worden al liet gaan, liet varen. Daar wilde je al. Ja, dat klopt. Ja. Dus je was er al de wethouder worden, die ambitie al heel vroeg? Ja, 6 jaar geleden. En ik ben blij dat het 6 jaar geduurd heeft. Want in die tussentijd ben ik echt heel veel voortschrijdend in. Dat had toen niet moeten gebeuren. Nee. Ik denk dat het voor mij nu veel beter is dan 6 jaar geleden, ja. Je bent 49, bijna 50, heb ik gehoord. Hè? Ja, precies. Ja, 2 kinderen. Wat nog meer? Wat is jouw achtergrond? Ik ben boerendochter, de oudste in een gezin van 4. Ik ben na de basisschool voortgezet onderwijs naar de HAS gegaan in Den Bosch. In Wageningen heb ik gestudeerd en daarvoor heb ik 1 jaar in Amerika gezeten. Ik ben toen naar Lempest & Meijer gegaan, een aardappelverwerkend bedrijf die producten verkocht aan onder andere McDonald's en Burger King. En daar was ik eigenlijk meer de spokeswoman vanuit de grondstofafdeling. Daarna ben ik naar ZLTO gegaan in Tilburg. En daar kwam ik eigenlijk als eerste echt met de politiek in aanraking. Met bestuurders, met beleidsmedewerkers. En ja, dat was fascinerend om te zien. Vervolgens als laatste ben ik bij Wageningen Universiteit gaan werken als onderzoeker en projectleider in aspergeteelt. En dan had ik het station Vredepeel waar ik vanuit een project mocht begeleiden. En 4 jaar geleden heb ik gedacht, nou is het klaar in de landbouw. Ik ga iets anders zoeken. En zodoende kwam ik, omdat jonge vriendinnen en Lierop overleden, heb ik gedacht van, dat is nog meer. En de afgelopen 4 jaar was voor mij echt een feest. Heel veel mensen mogen ontmoeten. En echt goede dingen mogen meemaken over wat nu de essentie van het leven is. Dat je toch met z'n allen samen elkaar in elkaar moet zetten. En dan ga je niet meer ophouden? Nee, ik blijf dat doen. In de tijd die ik over heb. En sowieso met mensen in gesprek zijn. En kijken wat de ander voor potenties heeft. Als je die zo al in een gesprek in zijn kracht kan zitten, ja, dan is dat machtig mooi. Krijg je nou de portefeuille van Willy Hansen automatisch of niet? Financiën? Was automatisch. Dat is wel de voorkeur, ja. Dus ook, waar je hart ligt, daar heb je ook zeg maar verstand van? Ik ben veelzijdig. Ja? En daar heb ik ook hartstikke veelzijdig. Ik van tractors repareren in Rusland tot en met McDonald's rondleiden in interessante restaurants. Kei mooi. Maar financiën, ja, uiteindelijk komt alles daar terug.
En we hebben in Zomeren hele goede wethouders gehad die heel goed erop gepast hebben. En ook dat zal in de toekomst nog harder nodig zijn. Dat we gewoon goede integrale afwegingen gaan maken. Toen Willy Hansen stopte, dacht je van dit is mijn kans? Of moest je er even over denken? Nou, daar moest ik wel over denken, ja. Want dat is wel een radicale andere inzet per dag wat ik dan moet gaan doen. Ja. Dus ik heb wel eerst het thuisfront afgecheckt van of dat mogelijk was. Ja. Want alleen kun je dat niet doen, dan moet je toch een backup voor hebben. Dus thuisfront die wist dat jij de ambitie had, maar ook ja. Dat je het ging doen? Nee, dus vandaag zeg maar naar buiten gekomen. Wie weet het nu dan? Het is nu 1:30, zondagmiddag. Ja, mijn man die weet het wel. Ja. Maar je vader en moeder nog niet? Ze hebben sterke vermoedens, maar officieel weten ze nog niks. Staat in als een bom, hè? Denk je, bij sommige mensen. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ik hoop dat het een positieve bom is. Ja. Bom. Ik hoor van Ben dat de reacties heel goed waren, van alles wat hij gebeld had. Ja. Dat is in ieder geval een mooi begin. En nou nog waarmaken. Ja, want je krijgt 2 jaar de kans om je waar te maken om ook straks weer verder te gaan in het vak. Hè? Ja, dat is wel fijn eigenlijk. Ja. Het is toch een mooie periode waar ik echt keihard mijn best ga doen. Proficiat en veel succes. Dankjewel.